Het centrum van Os gaat op de schop. Het duurt wel lang allemaal en er is nog veel kritiek, maar als het stikstofprobleem geen roet meer in het eten gooit, moet de operatie toch binnenkort van start gaan. Het Walkwartier. De historie van Os wordt naar de stad gebracht. Nieuw elan van bestuurders brengt veel vertier. Het college heeft ernstig en positief meegedacht. En dus gaan we straks allemaal naar het Walkwartier. Een uithuis en een flinke torenflat plant men hier, zodat de sloop van V&D de meeste pijn verzacht. Besluit is genomen, de deur staat niet meer op een kier. Het bouwbedrijf kan al snel aan de slag. Ook alle boeken vanaf de Lievekamp op de helling. Zo is het bibliotheekbestuur nadrukkelijk verteld. Voor de Raadhuislaan lijkt dit besluit een echte kwelling. Kost dan ook 12 miljoen euro aan gemeenschapsgeld. 10.000 vierkante meters erbij is echter de stelling. Ruimen wij of het gemeentebestuur straks het veld?